Jeffrey kwam van de week naar me toe en zei: mama, ik wil niet dat je alles weer gaat vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt. Want daar word ik zo verdrietig van. Daarom wil ik een stukje voor u lezen wat Jeffrey heeft geschreven. Hoi allemaal, bedankt dat jullie er allemaal aanwezig zijn. Willen zijn. Zoals de meeste van jullie weten, heb ik 3 jaar geleden een ongeluk gekregen. Maar daar wil ik liever niet meer over aan terugdenken, want dat maakt me zo verdrietig. Ik wil liever weer naar mijn toekomst kijken en het verleden achter me laten. Ik wil zonder hulpmiddelen weer kunnen lopen en natuurlijk mijn staatsexamen willen halen op school. Dat ik geen hulp meer nodig heb van anderen. En dat ik mijn eigen leven kan gaan leiden. Zo zie ik mijn toekomst in. En daar heb ik hulp bij nodig. Om nog een keer naar Amerika te gaan. Wat ik zo belangrijk vind is dat mensen die in dezelfde situatie als ik zitten, weer door deze behandeling weer een beter leven kunnen gaan krijgen. En dat hoop ik. Schier.
dat nou? Dat zal niet zoveel mensen trekken. Annemie, hierbij oprecht mijn excuses, want ik heb echt geweldig genoten bij meer zo. Dus mensen allemaal, fantastisch allemaal als jullie het hier gedaan hebben. Ja. En het tweede is wat ik mee wil geven is, we hebben nou bijna de pot weer vol met Jeffrey. Dat betekent, we hebben elke keer 20.000 uur nodig als Jeffrey naar Amerika toe gaat. We zijn nu gekomen op een mooi bedrag van zo'n 17.000 euro. Dus wij maken een mooie stap. We hebben veel oliebol verkocht natuurlijk het afgelopen jaar. We hebben elke keer een eer en benefiet gezien gehad. Maar ik denk dat we nu eigenlijk de kaartjes, de tickets kunnen bestellen voor het Giro's team. En daar is alles voor bedoeld, want die jongen moet gaan lopen. Dat gaat hij ook, dat is allemaal beloofd. We stoppen er veel werk in. Wij doen het liefde. En deze dag helemaal in de handen van Annemiek en van de Huwier Rood. Top, dankjewel.